Voorzet van de Losse. Daar is de Kenny, die kan kop en scoort. Dit hadden de Belgen al zo nodig. Maar ze komen op voorsprong. De perfecte voorzet. En dan Tine Dekkenji, wat zij zo goed kan, op doel koppen. Ja, echt een perfecte voorzet. Dit is waarom dat Dekkenji in die ploeg is gezet. Goeie actie van de Loze, goede voorzet. Willaert kan er net niet bij. Weggekopt door Hilaj. Filtjens heeft nu tijd en ruimte voor de voorzet. Tot in de tweede zone. En dan is daar Dekkenji. Willaert gaat scoren, jawel. En zo 0-2. Uitstekende aanval van de Red Flames. En Albanië in 2 minuten tijd helemaal kapot gespeeld. Ja, leuk om te zien. Het was ook al de laatste 2 minuten. Het spelbeeld begon in een gezien, het doelpunt. En je ziet dat het eigenlijk veel beter gaat, het spelbeeld. De Neven kan meteen inspelen tot bij de Loze. Gaat via Biesmans. Kaiman gaat, had meteen gekund. Dan maar de Kenny Kaiman. De Loze diep. Dit is mooi gevoetbald. De Loze. En dan net niet tot bij Willaert. Die kan misschien ook profiteren. De Kenny dan maar. De Kenny scoort. Een holder-de-bolder doelpunt. Maar het telt uiteraard wel. En zo 0-3 voor België. Ja, hier ook wel een mooie aanval van België. Waar dat we toch wel het hadden verwacht. Hebben ze nu toch ook wel gedaan. Maar dan hier wel een beetje geharren waren van Albanië. Ja, en dan goed blijven kijken. En de Kenny. Never give up on the play. De Neven. Gewoon recht op doel, maar misschien proberen. Afstandsschot, de redding. En dan is daar Willaert in. Heerlijk. En zij zorgt voor de 0-4. Recepi met, met heel veel moeite. Eindelijk is een schot uit de tweede lijn. Want de Neven kreeg al een paar keer ruimte. En zij zorgt nu voor niet de 0-4. Die komt op naam van Tessa Willaert. Maar de kloof is geslagen. Onsja, hier is opnieuw. Meteen inspelen tot bij Willaert. Goed gedaan. Teulings heeft wat ruimte. De Kenny centraal. Blom in de tweede zone. Gaat het naartoe. Daar is Blom met de snoepdak. Heerlijk doelpunt. Fantastische goal van Blom. En zo 0-5. Heerlijk doelpunt. Dit is waar Blom, waarom je ze altijd moet meenemen, waarom je ze altijd erbij moet hebben. Hongerig naar doelpunten. Prachtig gedaan door Yassina Blom. Een spitse doelpunt. De Kenny niet, maar wel Blom. Maar en die duikt er naartoe. Uitstekend gedaan. Dit en zo is leuk 0-5. Om te zien. Onsja, achter de bal. Laatste actie van de wedstrijd. Dropt hem in de grote baklijn. De bal tot bij Blom. Ja, toch wel weer hoor. Nog eens voorkoppen. Bal blijft hangen. En dan kunnen ze bij Albanië wegwerken. Nee, toch niet. De scheidsrechter maakt er een einde aan. België wint met 0-5 bij Albanië. Niet de allerbeste wedstrijd. Dan het 38 minuten heel lastig. Maar sinds die eerste goal van Tine Dekkenji, dan ging het veel vlotter. Tweede helft uitstekend. Geen kans weggegeven. En dan op naar de volgende wedstrijd tegen Kosovo.